Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een video, dit keer over 3D-printen. En wel over FDM 3D-printen, dus het printen met mijn Prusa i3 MK3. Iets eigenlijk wat ik nog nooit gedaan heb en wat ik vandaag voor de eerste keer ga doen, of eigenlijk al mee bezig ben, want je hoort hem in de achtergrond al werken. Ik ga een vaas maken in wat ze noemen de vaasmodus, ook wel genoemd de spiraalmodus. Normaal maak je een vaas en die heeft een wat dikkere zijwand. Ik zeg er gelijk bij dat in mijn ervaring, maar ik hoor ook van anderen, maar in mijn ervaring met een FDM printer is het erg moeilijk om zo'n print waterdicht te maken. Dan zou je eerder een SLA printer moeten gaan gebruiken. Maar dan maak je dus een vaas en die wand van die vaas die heeft een bepaalde dikte. En het nadeel van die methode is A, vaak de tijd waarmee je printer bezig is. Want hoe hoger die vaas wordt, hoe langer die printer natuurlijk bezig is. En het tweede is dat er ergens in de rand van die vaas een plek zit waar die zeg maar steeds als het ware zegt van oké, tot hier en dan draai ik bij wijze van spreken weer terug of wat dan ook. En die vaasmodus, die spiraalmodus, dat is een hele bijzondere modus. Eigenlijk wat hij doet is gewoon een spiraaltrap oplopen. Dus hij blijft zo draaien. Ja. Het effect daarvan is dat deze vaas die ik nu aan het maken ben, en ik ga natuurlijk straks het eindresultaat laten zien en dan zie je ook het formaat daarvan. Dat is een redelijk grote vaas, maar de printtijd is maar 2 uur en 8 minuten. En dat is best heel bijzonder voor het formaat waar het om gaat. Het is echter wel ook heel dun. En omdat het heel dun is, en nou, het is sowieso niet waterdicht, en moet je ook een beetje oppassen met breekgevoeligheid en dat soort zaken meer. Ik ga je zo meteen laten zien in Prusa Slicer, want dat is de slicer die ik gebruik, omdat ik nu helemaal een Prusa printer heb, wat er gebeurt als jij de vaasmodus aanzet. Want dan zul je zien dat hij gelijk een aantal instellingen wil wijzigen die benodigd zijn voor het gebruiken van die vaasmodus. Het is de eerste keer dat ik ermee werk, dus ik weet niet of het resultaat goed gaat zijn. Ik denk het wel, want hij is al even bezig en het gaat behoorlijk goed. Ik zal zo daar even iets van laten zien. Maar ik ga je dus laten zien hoe dat in Prusa Slicer verder ingesteld wordt. Dat is eigenlijk super simpel. Dat is gewoon accepteren wat Prusa Slicer wil veranderen. Aan het eind van de video heb ik ook nog even een klein ander stukje. Een jaar of 2,5 geleden heb ik een project opgestart waarbij ik 3 fidget spinners, dat zijn deze dingetjes, geprint heb. En die heb ik alle 3 in een bakje met water gelegd. De ene gewoon water, eentje met suikerwater en eentje met zoutwater. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat er altijd verhaal is geweest dat PLA biologisch afbreekbaar zou zijn. In zoutwater, met name, dus in zeewater. Nou, ik weet niet hoe dat over 10 of 15 jaar zou zijn, maar na 2,5 jaar kan ik zometeen wel de resultaten daarvan laten zien. En dat ga ik doen. Daarmee ga ik ook dat project afbreken, maar daar kom ik zo even op terug. We gaan eerst kijken naar de spirale vaasmodus van de Prusa Slicer. Als je goed kijkt, dan zie je dat hij alleen maar rondjes draait. Dus hij maakt geen stops meer om een andere kant op te gaan of ergens anders opnieuw te beginnen. Hij draait alleen maar rondjes. En het gaat werkelijk super snel. Hij is op dit moment bezig iets van een uur of zo. En hij heeft ook nog maar net iets meer als een uur te gaan. Meer heeft hij niet meer te gaan. En dat is het mooie van dit verhaal natuurlijk. Hij heeft 4 bottom layers. Dus 4 bodemlagen. Ik doe altijd even printen. Dat zie je ook met een brim. Dat is toch zeg maar om ervoor te zorgen dat hij vast blijft zitten aan het printbed. Straks ga ik het eindresultaat laten zien. We gaan nu eerst naar de Prusa Slicer toe. Dan zijn we nu in Prusa Slicer. Hier hebben we de vaas die ik op dit moment op de printer heb staan. En je ziet dat die aan de bovenkant dicht is. Hier aan de rechterzijde kun je natuurlijk je printinstellingen instellen. Als je meerdere printinstellingen hebt en je filamentsoorten.
en je printer. Maar waar het nu om gaat is hier bovenin de optie printinstellingen. En als ik die aanklik, dan krijg ik hier een mogelijkheid, en dat is de vierde van boven, de spiraalmodus. En let op wat er gebeurt als ik dat aanklik. Dan namelijk krijg ik deze melding. De spiraalmodus vereist 1 perimeter, oftewel, hij gaat dus geen dikke buitenkant maken, het is een dunne buitenkant, want het is maar 1 lijntje. Geen dichte toplagen, dus dat we net zagen dat die bovenkant dicht zat, die wordt uitgezet. 0% vullingsdichtheid, geen supportmateriaal, dat kan dus niet in een vaasmodus. Garandeer de verticale shelldikte aan, dat is een functie die aangevinkt moet worden. Je ziet hem hier staan, net naast dat veld, daar staat een vinkje, gegarandeerde verticale shelldikte. En detecteer de dunne wanden uit. Moeten deze instellingen aangepast worden om de spiraalmodus te activeren, ja of nee? Het is dus eigenlijk simpel, je zegt ja. Wat gebeurt er? We veranderen een aantal instellingen. Aan het begin staat de spiraalmodus aan. Dat zijn eigenlijk die oranje. Die oranje instellingen die zijn veranderd. De bovenkant is op 0 gezet. Dus geen dichte lagen. Want anders krijg je geen vaas. Dan krijg je een dicht object. 1 perimeter. Spiraalmodus dus aan. Eventueel kan je de onderkant veranderen. Ik heb hem bij mij op 4 staan. De maker van deze vaas adviseerde 3. Maar ik vind 4 wel zo prettig. En eigenlijk wat dus het programma gedaan heeft, is simpelweg die instellingen gewoon aangepast uit zichzelf. En zo simpel is het gebruiken van de spiraalmodus. Je klikt dit aan, hij geeft een waarschuwing en zegt wil je dat opslaan. Dat hebben we gedaan. Als ik vervolgens nu hier rechtsonder kijk, van de rechterkant kijk, dan staat daar die vaas. Je kan hem slicen, onderin met de slice-knop. Is die nu aan het doen. Hier is de vaas. En we zien dan dat die in de normale modus 2 uur en 7 minuten duurt. Voor die ene grote vaas. Vervolgens kun je hem gaan opslaan als G-code bestand. En dat is eigenlijk alles. En dat G-code bestand stuur je naar de printer. Ik beveel hem dus van harte aan, want hij gaat heel goed. Hij heeft nog een goed half uurtje te gaan en uiteindelijk ziet het er allemaal perfect uit. De spiraalmodus en de vaasmodus in de Prusa-slicer. Zo, even terug naar onze test over het PLA. Nou, je kunt misschien ook gelijk wel zien waarom ik ermee ga stoppen. De schimmelvorming die begint inmiddels na 2,5 jaar dusdanige vormen aan te nemen dat zeg maar ook gevolgen gaat hebben voor de... de manier wat je hier in deze kamer ruikt en proeft en dat soort dingen meer. Normaal deed ik ze dan ook altijd bijvullen. Inmiddels zijn ze half leeg. Wat we zien is dat bij het gewone water aan de linkerzijde de fidget spinner, die is verder niet aangetast en ligt op de bodem van het materiaal van de beker. En dat is waarschijnlijk vanwege de verzadiging van de fidget spinner, zeg maar. De middelste is de suikerversie. En die is een stukje donkerder van kleur, er zit ook iets meer schimmel op. Maar ook die ligt op de bodem van de beker. En de rechterkant, dat zou de meest interessante zijn, dat is diegene met het zout. Nou, je ziet de zoutafzettingen, terwijl er maar één keer zout in is gedaan, dat is 2,5 jaar geleden, maar dat zout blijft. En wat je ziet in elk geval, is dat die fidget spinner nu niet op de bodem ligt, maar hij drijft bovenop. Ook dat zal ongetwijfeld wel iemand kunnen zeggen, je mag het in de commentaren onderin schrijven. Want het heeft ongetwijfeld een biologische reden dat het dan naar boven drijft. Ik heb hem er even uitgehaald, die fidget spinner. Hij is ook flink beschadigd in die zin, zeg maar, dat er zoutafzetting op zit en schimmel op zit. Maar de kwaliteit van het plastic heeft volgens mij er nog steeds niet onder geleden. Conclusie, ik ben geneigd te zeggen dat biologische afbreekbaarheid van PLA een lachertje is. En uiteindelijk niet voorkomt. Neem verder niet weg dat PLA wel een van de makkelijkst printbare materialen is. En dat het voor mij nog steeds het materiaal van keuze is. En dat heeft dan te maken met het gemak van printbaarheid. Oké, ik ga stoppen met dit experiment. Want dit wordt een beetje tricky in de kamer hier. Wie weet komt er wel weer een ander experiment. We gaan even terug naar onze vaas. En daarmee komt de video
van de vaasmodus bijna tot een eind. Want we zien, de vaas is klaar. Als je dichtbij gaat, zie je ook hoe dun de wand is. Ik laat hem even afkoelen. En als hij dan afgekoeld is, met name het bed, dan kunnen we hem loshalen. En kan ik hem gaan gebruiken om dingen in te doen. Misschien zelfs wel droge bloemen erin te zetten. Of wat dan ook. Ik hoop dat je hem mooi vond. Ik hoop dat je er ook iets van opgestoken hebt. Tot een volgende keer. Daar.